Wat zijn de totaalkosten van een leasewagen en wat is het verschil met de leaseprijs vermeld op uw offerte? Hi, ik ben Alix, Big Consultant bij LD Automotive. Laten we beginnen bij het begin, de operationele leaseprijs. Wat valt hier nu juist onder? Financiële huur voor het gebruik van de leasewagen en de diensten rond de wagen, zoals bijvoorbeeld onderhoud en herstellingen, de taxen, vervangwagen en de bijstand. Is dit dan de totaalkost van de leasewagen? Nee. Bij het kiezen van een nieuwe leasewagen raad ik u aan om alle kosten in rekening te brengen. Tel bij uw operationele leasing zeker de CO2-tax, de voorlopige uitgaven en de BTW. En nog belangrijker, de brandstof- of energiekost. Maar geen zorgen, door de aftrekbaarheid van uw wagen en de brandstof of energie kan de finale prijs van uw voertuig gunstig worden beïnvloed. Het is zeker het geval bij elektrische voertuigen. Het resultaat noemen we de Total Cost of Ownership of TCO. Stel, een wagen is duurder in aankoopprijs, maar gunstiger in verbruik. Het zou dus best kunnen dat de maandelijkse leaseprijs hoger ligt, maar omdat u bespaart op de brandstof, kan het op het einde van de maand alsnog goedkoper uitkomen. Ik ben Alix en dit was TCO in 60 seconden.